Zijn er supporters voor Kees Maas? Ja, een stuk of drie. Zijn er supporters voor Humberto Tan? Meest populaire man. We gaan eraan beginnen. Let's go! Humberto gaat aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van 10 centimeter en een voorsprong van 15 centimeter. Hij danst op de pedalen. Yes! Rijdt voor Havep. Nou, zit jij normaal gesproken nu in de auto natuurlijk? Gisteren bij koers gehad in België. Vandaag speciaal vrijgehouden om hier mountainbike koersje te rijden. Dus ik ben benieuwd. Ik heb begrepen dat je net een beetje de maling hebt genomen. En hebben gedacht van ja, je krijgt 2 minuten achterstand. Maar iedereen begint gelijk, hè? Ik weet het niet. Volgens mij starten we in groepen. En dan start ik in de, ik hoop in de eerste groep. Anders dan ga ik een serieus probleem hebben vandaag. Ben je nog een beetje op een fietje? Volgens mij rij je nog wel wat, toch? Ik fiets wel, loop veel, maar vooral tennis. Ik ben tegenwoordig een beetje verslaafd van tennis en dat vind ik heel leuk om te doen. Want het is een sport waar je nog beter in kan worden. Fietsen, daar word ik alleen maar minder in. Tennis, dat gaat nog bergop. En dat betekent dat we de eerste wissel van de dag gaan krijgen op en rondom de zandbak in het Kloosterplein. Humberto Tan krijgt maar 3 meter voorsprong op de rest van het veld, bij deze afgesproken. 3 meter maar? Dan word ik gelapt. Robbie heeft tegen jou gezegd, we gaan wisselen in, voor of na de zandbak. Moet je zelf even bepalen. Nou ja, dat lijkt mij verstandig als ik iedereen net gehoord heb. Als ik voor de zandbak wissel. Ik denk dat het erna gaat worden. Dus, Nee, Johan. Je moet geen denkfout maken, want Humberto moet dadelijk in de zandbak nog even van shirt wisselen met Rob. Dus dat betekent dat hij minimaal 20 seconden voorsprong moet nemen. Johan, gemaskerd Kees. 20 seconden voorsprong lijkt mij prima. 30 seconden voorsprong plus een wissel van Fies, van Schurt en van Elm. 5, 4, 3, 2, 1. Valse start voor Humberto Tan. Hij komt eraan. Klokje loopt. En dan moeten we aanmoedigen, hè? We moeten hem bij die eerste bocht een beetje aanmoedigen. Zo, ja. Johan blijft naast Gerrit staan, want die heeft de klok. 15 seconden nog voor de start, voor de eerste groep. Rob Harmeling, Bart Voskamp, John den Braber, Gert Jacobs, Michael Bogert, Arthur Varenhout, Aard Vierhouten. Gaan we hier! Zo! 15 seconden verder gaan we naar Nico Verhoeven, Mathieu Hermans, over 30 seconden dus. Geert Omblad, Eddy Bouwmans, Louis de 3, 2, 1, starten maar! Ook deze mannen zijn weg! Zo! Hermans in de tegenaanval. En dan gaan we naar... 3, 2, 1, ook deze mannen zijn weg. We zijn vertrokken met de Expos. Op naar de zandbak. Zaterdag 99 stond ze in de regen bij de halte van mijn tienersbezon. Eenzaam een verloren man en half bevroren, zo had ik haar nooit gezien. Zo'n verliefd meisje, brengt je dan de wijsje. Dat weet ik nooit wat ik moet doen. Voor ik het besefte, gaf ik haar opeens een zoen. Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. Droog je tranen en laat ons samen doorleven.